Dit is Andy, 17 jaar oud en zover bekend de enige links in Brabant. In ieder geval de enige links die nu te zien is in onze provincie. Ja, hij is poeslief, hè? Ja, een mooi beest, een groot beest. En wat ik net hoor is dat ze ooit in Brabant hebben geleefd. En ik dacht alleen maar in het buitenland. Andy leidt op zijn oude dag een luizenleventje in het Nunense dierenrijk. Hij is net zoals zijn soortgenoten in het wild ongevaarlijk voor mensen. Het is een hele grote katachtige, of althans een hele grote. Er zijn natuurlijk wel grotere katachtigen, zoals de tijger en de leeuw. Maar de lynx is wel een prachtige diersoort. En een diersoort die natuurlijk in Nederland ook misschien in bepaalde gebieden wel welkom zou zijn. Als de mens hem daar toelaat. Wat zou u ervan vinden als u er eentje in het wild tegen zou komen? Ik weet het niet. Heel hard wegrennen. Nee, ik zou het wel mooi vinden. Ik zou niet schrikken, denk ik. De lynx kwam tot in de late middeleeuwen nog volop voor in de Nederlandse natuur. Daarna ging het snel bergafwaarts met de mens als grootste vijand. Provinciebestuurder Johan van den Hout wil nu dat de lynx terugkeert. Daardoor hoeft er minder wild te worden afgeschoten en dat scheelt in de kosten. Ze kunnen zorgen dat er wat minder konijnen zijn in bepaalde gebieden. Ze kunnen zorgen dat er wat minder reeën zijn in gebieden waar reeën te veel zijn. Ik denk dat het een welkome aanvulling zou kunnen zijn in sommige gebieden. Niet alleen de lynx, maar ook de otter, het wilde zwijn, het edelhert en de wisent zouden wat provinciebestuurder van den Hout betreft moeten terugkeren in de natuur. De otter en het edelhert krijgen ook steun van natuurbeheerders. Over de terugkeer van de lynx, de wisent en het wilde zwijn zijn de meningen nog verdeeld. Andy zal het in ieder geval niet meer meemaken. Ik zou best wel een keer willen aaien, maar dat is vast niet verstandig.